Hey, hallo, welkom bij deze nieuwe video, vlog 3. We zijn nu op weg naar de Sjoef. Hier heb ik al paardjes. Dus dat gaat wel leuk worden. De rits ligt hier al op de grond. Dus dat is mijn broer. Er zijn deze dag veel vlinders. Er zijn deze dag al veel vlinders, dus het gaat een mooie dag worden. Vooral veel witte vlinders. Papa. We gaan helemaal naar beneden. Dan moeten we bergop, dan moeten we rechtdoor, dan gaan we weer een berg naar beneden. Moeten we over een bruggetje, moeten we naar rechts, moeten we nog eens over een bruggetje. En dan zijn we bij de palingen ongeveer. De palingen en zo'n overdekt dingen. Met zo'n precies een zwembad, maar dan voor vissen. En daar is daar zo net voor de ooievaar. Voor de ooievaren. En dan moet je nog één boebel en dan kun je naar het café. Of kun je naar de Sjoef shop. De Sjoef shop. Dit is dus vlog 3. En het gaat heel leuk worden. We zijn nu al een deeltje verder. En je ziet mooie natuur. Mooi landschap. En het is heel mooi. Maar soms zit het er wel nadeel. Nou, bijvoorbeeld wie er niet houdt van spinnen. Wie er niet zo houdt van de natuur. Zo kriebelen aan je benen. Ik heb me speciaal ook helemaal ingepakt voor het teken. We gaan door de hele bos lopen. Daar krijg ik het teken van. Dus ja. En dan gaat het telkens zo als mijn broer. Heel stom. Die bomen die telkens zo afgetekend zijn met zo van die stipjes. Dat betekent dat die binnenkort wel nog wordt afgezaagd. Ginder groeien er nog bomen. Speciaal mijn gelukspetje. Bijvoorbeeld deze boom. Deze. Die wordt ook nog even gekapt. Er zit een hele grote blauwe stip op. Beetje groter. Dat is het eigenlijk. Maar dat is niet het einde van de vlog, hè. Ik bedoel, we moeten nog een hele weg afleggen. Het duurt ongeveer een half uur of meer. We zijn om 12 uur vertrokken. Er is heel veel vervuiling. Maar vanmorgen kwamen er 3 kindjes en een opa mee. En die ruimte al het vuilnis op, maar heren blijkbaar niet. Het is hier vrij mooi. Bijvoorbeeld hier. Mooie bomen en mooie natuur. Ja. Je hoort het ook, er zijn heel veel vogels. Hey, heel mooi voor ons. Dan komt de auto vandaan. Even stoppen. Dat was geen mooi. Er komen hier veel vlinders en veel insecten. Dat was een heel schone fluit. Van een vogel. En beneden. Zit ook. Dat is heel diep. Dus als je eraf tottert, boom, met een rim, bom, bom, bom. Ja, dan zijn we natuurlijk. Hup. Ik heb geen idee wat dat was, dus. Adios. Zie je het ook hier? Natuur kan soms heel mooi zijn. Maar jullie zien het misschien niet. Ik ben benieuwd een beetje. Natuur kan soms heel mooi zijn. Kijk, dat zijn allemaal bloemetjes. Allemaal bloemetjes. En dan we zijn er op een kam. Aan het bosgedeelte. We hebben deze stap al 4 keer gedaan. Maar de vorige keer zijn we al helemaal verloren gelopen. Omdat we niet wisten welke weg dat we op moesten. Maar daarna wisten we het wel. We zijn nu al bij de eerste brug. En er zijn ook veel nieuwe plantensoorten.
Ah, mij. Hehe. Zijn er ook veel nieuwe plantensoorten? Wel een beetje ideaal. Zo ook, riekt de geur ook van de natuur. Dat zijn allemaal nieuwe en schone bloemetjes. Alleen, die moet niet aanraken wat die prikken. En kijk hoe schoon. Er zit nog krekel tussen. Nee! We zijn hier bij de Martin Moulin. Dit is net als een vinger voorbij gevlogen. Het is heel schoon. Nog niet van alles, heel kindertjes. We zien mij nu niet zo goed omdat er een beetje veel schaduw is. Hoort ook het geluid van het water. De Martin Moulin. Martin Moulin. Eigenlijk. En ja, het is hier heel schoon. Ik ben dus. Er zitten hier heel veel vliegjes. En zo weet moeten wij naar boven. Dus hier niet, maar het is ook zo ongeveer zo stijl. We zijn nu wel ietsje verder verwijderd van het water. We zijn op bordjes waar we naartoe moeten. Maar nu weten wij welke dingen dat we ook moeten, welke kant. En ik heb de vorige video gevraagd om vragen voor de Q&A. Ik hoop echt dat er heel veel vragen zijn. Is nou een goede twee bij? Ja. Mijn papa is strakker nu bijna over deze woorden. En wat is dat nou eigenlijk? Ik leg me nou op de grond. Oh, is het wel mondig. Tot nu toe gaat alles wel heel vlot, maar straks gaat het heel nog meer worden. Ik heb straks nog twee vragen. Die stel ik straks wel. Nu komt de zon weer terug. En ik heb toch mijn pitten op. En met een ventilator. Dus ja, dat gaat wel lukken. Alleen moet ik wel uitkijken voor wispen. Wispen bij hommels. Zeker, want iedereen denkt, hommels kunnen niet steken. Is wel. Ik moet even zwetten met mijn broer op per se een foto trekken. Dus tot de twee vragen trouwens. Die zijn achter mij. Nu zijn we aan het gedeelte waar ik over zei. We zijn nu bij het steile gedeelte. Achter mij zit papa ook te vloggen. Ik moet met de stap. Er zijn er vrij veel stenen. Dus. Is dat een specht? Nee, ik denk het ook. Dat zijn werken, denk ik. Ik had ook zo ter. Ja, wat zit tussen de bomen die kraken. Dat denk ik niet. Denk dat is een rotsje tussen de geteerde bomen. Ja, dus dat geluid vond ik heel raar. Kraken in het bos. Dat is niet moeilijk. Maar telkens een geluid van bijvoorbeeld een drilding. Hoeveel vliegjes, maat? Waar kan ik vliegjes? Ik denk wel dat dat specht is. Zet in de comments wat jullie denken wat dat daar zou zijn. Zijn we naar boven? Als je hier ook komt stappen ooit. Of altijd bij kinderen bijvoorbeeld. Of als je nu als volwassen al kijkt. Je komt hier stappen. Wees alsjeblieft voorzichtig. Je wilt niet meten. Of als je heel erg als je om je gezicht op de stenen houdt.
Dat is gewoon geluid van een vogel. Omdat zon strakelt daar dan niet over. Want je kan ook geen dierenpijn doen in deze video. Doe nu dierenpijn. Dat is echt een dierenbul. Oh, je ziet het, hè? Jongens en meisjes. Had er veel moeite wat ingestoken. Om boven te geraken. Nou ja, even gezien, we zijn boven dus. 1 en 2. Ik kom terug als we boven zijn. We zijn boven, dames en heren. Dat is heel vermoeiend. De vraag komt zo direct. Wij weten het antwoord al. Ja, dus tot en met de vraag. Doei. We zijn nu al een stukje verder. En, hier is bijna alles afgekapt. Maar we komen speed bij de 3 vragen. Eén vraag hier in het bos. Tweede vraag is in La Chouf. Dus daar gaan we goed, er hangt over als we van die papierkens. Sport voor toi, sport voor iedereen. Dus ik hoor overal krekels nu. Kijk hoe schoon. Schoon naar binnen. Hier zijn nog wat van die hangende bloemetjes. Ja, het gaat tot nu toe al wel heel vlot. Alleen krijg ik het wel warm. Dus, tot de 3 vragen. De 2 vragen. Hier zijn dus wel wat minder afgekapte bomen. Er zijn juist meer bomen. Naast mij loopt er nog een lobster. Kijk eens. Yeah. Die loopt er naast mij. Hi. Ja, hallo. Wie ben jij? Helene. Dat is uw papa. Hij is ook aan het vloggen. We hebben al aan het vloggen. Ja. En als filmpjes kan je kijken natuurlijk op ons kanaal. Nu hoor je ook. Hier zit ergens een krekel. Daar zitten ook wel veel bijen. Daar ben ik wel absoluut bang van, ook van wispen. We zijn nu wel juist aan het stappen. Mooie hele flowers. Ik ga de camera er niet steken, want misschien zitten er bijen in of wispen of rommel. Want er is namelijk nectar. Heel vast een duimpje omhoog. Abonneer zeker. En bekijk ook een van de andere vlogs en video's van mijn papa en van mij. Mijn papa heeft ook een teken, categorie. Nee, dat zijn veel. Dode beestjes. We zijn nu heel dicht bij vraag 1. Denk ik. Dus ja. Tot subiet dan. Hier is dus de eerste vraag. Gaan we die weg in? Die? Gaan we die weg in? Dus wat denken jullie welke dat wij ingaan? We zijn subiet in dik kwartier bezig. De tour duurt ook wel heel lang, dus tot subiet. We zijn nu een van de wegen. Kijk, een ventje. Klein ventje. Dat is een. Dat is een beetje opstrapping. Er kwamen er net tegeningers voorbij. Ik vind het heel zielig voor de kevertjes die dood zijn, want er zijn in dit padje heel veel dode kevers. We zijn bij onze officiële plaats. Om even wat te rusten. Ja. Ja. Ik
Ik wou gewoon een stukje tegen zijn voeten gaan, maar heb ik niet gevraagd. En Sibiet, komen we dan in het bos uit? Ik zit in jouw dorp. Like ook als je bang bent voor wespen, gelijk mij en spinnen. Abonneer en klik zeker op het belletje. Ik heb jou niet. En ja, zeker, alsjeblieft, een duimpje omhoog. Ja, het is wel een beetje donkerder. Maar we geraken er wel. We waren vorige keer een beetje verloren gelopen. Maar nu gaat dat niet meer gebeuren. Wow. Hallo. En vroeger waren er allemaal konijntjes en zo. En ze zijn helemaal weg door het seizoen. Zet u maar als grap voor de tweede vraag. We zijn juist aan het lopen. Want ik was daarnet al aan het panikeren dat we niet juist aan het lopen waren. De vlogjes van achter. En we moesten telkens zo te zeggen, vlogjes van achter. Maar ja, wij vloggen wanneer we willen. En dus we zijn al bijna aan de modder. Dat doet hij elke keer als we in het bos zijn. Ja, dat geeft een beetje echo. We gaan subiet een ijsje eten. Dat heeft iets te maken. Ijsje. Dat heeft iets te maken met ijsje. De tweede vraag. Ijsje. Oh mijn god, dat is een prikkelige plant. Ja. Vloggers langs rechts. Ja. Nee, Aline. Aline, niet door. Een mooie bloem. Ik wil. Allee, mannen, hij is de foto dat ik doe en hij niet. Peter, kijk ook zeker op mijn Instagram pagina en ook op die van mijn broer. Want ja, ik zit bijna aan de 80 volgers. Dus volg mij zeker, link in de beschrijving. En volg mijn papa ook zeker. Ja. Volg mijn papa, ook link in de beschrijving. Volg mijn mama ook. Hé, hey, vlog is rechts. Alle linkjes in de beschrijving. En dan, ja. We hebben dan net ook paddenstoelen gezien. Ja, was wel fijn. Er was een stukje van uit. Ze biedt komen in onze stopplaats. En dan kunnen jullie ook meekijken. De stopplaats is eigenlijk ongeveer aan een brug. Maar nog steeds is daar voor de soms allemaal stenen en zo. En ja. Dus daar gaan we eten. Dus ik ga nog wel een beetje voortstappen. Dus op stef, want er zit een bij bij. Dat is wel. En een pitje draait al rond van plezier. Ik heb dit pitje namelijk gekregen bij pluk van de pettiflet op kamp. Ik heb dit pitje gekregen van mijn mama. Daar is mijn mama. Die heeft het dan voor mij gekocht omdat ik dan op pluk zou lijken. Dat mocht ook. Je mocht verkleedkleren meenemen. En dan op het einde moesten wij zo'n toneeltje doen op kamp. En dan moest ik de kever zijn. De kever was ongeveer zo laag. Ik moest telkens op mijn knieën. En had hij heel veel pijn. Dus ja, je hoort het ook al. We zijn dicht bij het water. Ah, kom! Ja. Dat is ook een mooi klompje. En ja, we zitten bij Canada 20. Zijn er vroeger in een modderpoel. Mijn mama was er net, precies nu wel ezel, zei ze. Omdat ze alles moest dragen wat je dan zo aan gooide. Er zitten wel wortels. Dus zelfs als je hier komt wandelen, dat is ook vooral die wortels die van de grond zo steken. Naar de lessen stappen is wel een beetje vermoeiend.
Maar wij doen nu de omgekeerde weg. Normaal nemen we altijd de korte weg. De korte weg en dan gaan we dan heen via de lange. Nu doen we de omgekeerde lange en dan de omgekeerde korte. Dus en we gaan ook nog eens een kijkje nemen in de La Chouchop. Dus we zijn nu ongeveer bij het gedeelte dat we naar beneden moeten of naar boven. En we zijn bijna bij ons stopplekje. Ik heb gewoon wat honger. Ja. Ik weet niet wat dat was. Maar dat was een soort beest dat we hadden bij. Mijn mama zit vol met beten van gisteren. Want ze heeft gisteren in de tuin gewerkt. En ze zit er dan vol met beesten. En ze heeft haar afgedaan. Kon je ook zien bij de vorige video. En horen. En ja, hier is nog een mooie natuurgebiedje. Oh, kom. Hey, ja. Mooi, hè? Nog een mooi natuurgebiedje. Dat betekent dat we ook een beetje zus zijn. Nog niet zo helemaal. En eens stop even hier gaan. Ik kan dan nog en dan. Mijn arm begint op te spatten, omdat ik de camera al 21 minuten vast heb. Ik kan 22. Bedankt voor de 1430 abonnees. We zijn er heel blij mee. Vooral mijn papa. Maar die is nog helemaal in de rechter. Dat kon ik met de camera niet zo goed. Uitstrekken. Ik heb het lekker op, maar dan gaat hij naar beneden, hè. We gaan nu naar beneden. Dan ja, naar beneden. Dan stoppen we er af. Normaal waren er allemaal zo van die planten. Je ziet ook, het is hier echt een mooi landschap. Ik zou je aanraden, als je hier komt wandelen in de winter, dat dat geen goed idee is. Want je kunt hier dan afglijden. En dan en tot er dan naar beneden. En dat is niet zo leuk. En hou je zeker klaar voor de tweede vraag. We zijn er nog niet helemaal. Maar dat is wel goed. We zijn wel goed bezig. Dus hou je zeker klaar. Echt. We zijn er dus al heel deel verder. We zijn nu op de tweede brug. Er zijn nog maar drie bruggen. Onze stopplek is bij de laatste brug. Onze stopplek is nu maar zo veel meer. En ja, het is wel op den duur wel leuk. Maar te veel vervuiling. Dus doe nooit milieuvervuiling, alstublieft. Nooit of te nooit. Want dan gaat de aarde. Dus niet doen. Het water staat nu ongeveer tot aan de kraan van de bomen. Dus hier is een boom. Ja, dat water komt tot en met daar boven. Maar hier is gewoon veel zand. Dat wij hoger zijn dan dat water. Dus die bomen zijn keigroot. Dat water komt keihard en toch kunnen wij hier stappen. Het is wel een wonder van de wereld dat moeder natuur ons gegeven heeft. We zijn bij ons hele mooie stopplaatsje. Ja, bij ons hele mooie stopplaatsje. De scouts die komen hier ook vaak zo. Hier is mevrouw Vlinder en meneer bij. Ik kan soms heel agressief zijn.
Ja, zijn we dan bij ons? Hier. Waar kun je zitten? Hier op het gras. En dan, ja. Hey, ik zie hier een tent. Daar. Dat is zoals op de schier. Wat een lekker man. Ja, de scouts maken er echt alles. We gaan nu even rusten. We zijn ongeveer halverwege. Al ver over de helft? Ja, we zijn er binnen. Het is niet meer zo ver meer. En hier is mijn papa. Vlogger. Vraag 2 komt straks pas, dus je moet niet zo snel zijn. Je kan nog steeds op vraag 1 beantwoorden. Bij die laatste. Ja. Papa. Amai, je gaat mee. Ja, tot na de pauze dan. We zijn nu aan het pauzeren. Pauzeren! Wat is er aan mee? Aan mama heeft voor ons lekkere boterhammen gemaakt. Dankjewel. En papa zit de hele tijd achter mij te vloggen. En mijn broer zit telkens met zijn boterham in de beek. Dan deed je toch ook alles van. En als stenen te gooien. Je doet ook alles van, hè? Ik noem het in mijn hoofd een beekboterham. Dus tot na de pauze dan. En dan, we zijn niet zo ver meer van vraag 2. Dus, dag! Onze eetpauze is nu voorbij, dus we stappen nu verder. Dit is ongeveer de derde brug. Moet je bukken. Ja, ik moet niet bukken, ik ben klein. En Robert kan bij de soep. Wil jij jou meegaan? We hebben net zo allemaal stenen zitten gooien. Dat leuk. Helaas kon we dat niet filmen omdat mama bezorgd is dat de camera nat werd. Je ziet het ook al hier. Ja, hier is het water niet zo diep, maar... Echt wel? Wat leuk om zo stenen in te gooien. Om elkaar zo bijvoorbeeld wat dan te maken. Maar dat mag niet. Dus daar komt nu meneer Rotterdam aan. Ik ben er bang voor. Ik denk dat meneer Rotterdam zo bang is, daar ben ik een beetje bang voor. We zijn nu wel gewoon doorstappen. Stefken is onze gids, dat is mijn broer. We zullen het geluid van zijn dingen ook wel horen. Dat is op takje. Ja, ik moet niet bukken, mama. Ja, zeg jij. Er loopt nog iemand achter mij, hè? Oh, joh. En ik zie jullie wel een deel verder. Subiet komen toch bij dat paal in de dingen, hè, mama? Ja. Als we echt heel dicht zijn, dan kun je ook zien dat er zo rechts van ons een soort van palingenbad is. Daar kweken ze palingen. En dan daarna zie je dan zo'n hele grote fabriek met een muts van de kabouter van La Souf op. En die lucht van de fabriek blaast ook lucht in de soort van ballon dat eraan vasthangt. En het vloggen gaat wel heel goed tot nu toe. En dan kijk ik ook zeker naar onze tekenfilmpjes. Ik heb Plankton en Gerrit getekend. Papa heeft al de rest. Allee, Peter R. Dan kijk ik ook zeker de video Papa Dans is. Vlog 1 en vlog 2 van mij. Kijk ook zeker de vlogs van mijn papa. Hier is mijn mama, die heeft de overheerlijke boterhammetjes gemaakt. Goed gegeten, hè? Ja. Dat is lekker. Ja. Picknicken. En tot nu toe is dat wel heel leuk. Ik hoop voor jullie ook. En
Zie Ginder, mijn papa is ook aan het vloggen. Ginder. Is ook zo aan het vloggen. Maar dat mag ik normaal niet zeggen. Dat moet je maar zelf zien. Oh, de beersbeesten. Ik hoor geen dieren opletten. Wow. Zet dit mensen. Als je zo ziet op video, lijkt dat helemaal niet zo groot. Maar als je dat dan hier zelf doet, de stap van Diné naar La Chouf of van Opalese naar La Chouf, dat kan ook. Dan is het super groot. Het laadruk begint al te draaien. En er waren net heel veel vlinders. Comment ook in de reacties welke jullie lievelingskleuren en of vlinders zijn. Dat was een bonusvraag, want ik wist niet dat wij zoveel vlinders zouden zien. In het begin was er ook een bij en hij stond op zijn nek op en dan was hij zo aan het draaien. Dat was heel grappig. Ja, we zijn er al dus bijna. Ja, kijk ook goed uit voor stenen en voor uitstekende wortels. Papa, pas op! En we zijn nu ongeveer een half uur aan het vloggen. Ongeveer een half uur aan het vloggen. Zit er wel in, zo de camera vasthouden. Ik heb al twee. Mama! Mama! Hoe lang heb ik mijn beugel al? Het is al 1 maand. Ik heb mijn beugel al 1 maand. Ik ga ook proberen te vloggen wanneer ik nou snel de ochtend ontmoet. Dat is de 22e augustus. Alle linkjes van Instagram, TikTok en YouTube kanalen staan in de beschrijving. Ik vind dat zo erg, want telkens waar ik allemaal kijk, daar zitten allemaal dode beestjes. En ook nog zo van die kever dinges. Eigenlijk vind ik het wel leuk zo vloggen, want ik is eigenlijk vlog 3 van heel de vakantie. Ik ben daar sinds vlog 1 en papa dans is mee begonnen. Jan zit ook heel goed. Hij zit er vol met pakken en stenen. Dat is heel gevaarlijk denk ik wel. En hier zijn ook nog van die heel grote stenen. Maar ik moet wel een beetje... En ik ga gewoon verder met vloggen. Ik hoop echt dat jullie het leuk vinden. De tweede vraag komt steeds dichter en dichterbij. Tot nu toe is dat wel heel leuk. In het begin dacht ik dat wij verloren liepen. Maar dat was niet door onze speciale gids. Stef, was dat niet. Sorry voor al het wiebelen van de camera, maar we zijn nu in het bos. En de vlog duurt al meer dan een half uur. Dus mijn papa maakt allemaal verschillende stukjes van vloggen. Dit is mijn tweede deel. Tweede deel van vlog 3. En je moet ook goed uitkijken als je ergens aan gaat pollen. Dan moet je hier ook niet beginnen te beginnen rond te lopen. We zijn bekend bij vraag 2. Ja, sorry dat ik telkens over vraag 2 begin. Maar het is eigenlijk een goede familietripje. Om in de vakantie van te genieten. Ja, ik heb mijn trui weer aan omdat ik daarnet heel fris had bij het water. Maar we zijn er bijna bij de Palingengebied. En bij de muts van La Chouf. Dan zijn er heel mooie bloemetjes en heel mooie vlinders. Kijk hè. Het zijn heel mooie bloemetjes.
Ook heel mooie natuur. Ik aan de andere kant en hier. Is dat heel mooi. Als je mijn vorige vlog hebt gezien, als je het ook nu hoort, ja, vliegt een helikopter boven ons. Als je mijn vlog 2 hebt gezien, dan zie je ook een helikopter landen. En de vlog duurt al nu 33 minuten. Dat is wel al genoeg. Allee, ik kan nu nog niet stoppen. Maar nu zijn we bij het palingengebied. Ik zal het gebied links laten zien. De heenweg ga ik ook een beetje filmen. Ja, dat is ook nog een mooie vlinder. Nog veel bijen. Maar bijen komen niet zo vaak bij watergebied, dus ik ben wel blij dat wij hier zijn. Nog even. En we zijn rechtelijk in het midden van het palinggebied. En dit is tot nu toe heel vermoeiend. Daar zie je een palinggebied. Hier ook een. Hier hoor je ook een krekel. Ja. Hier is een krekel. Hier zijn ook nog van die mooie bloempjes waar ik daarnet een video had van. Hier. Al die mooie bloempjes. En kijk zeker dit tot het einde, want bij de nu ga ik ongeveer tot 35 likes gaan. Er komt een auto boven. Dus het voelt mij ijzerbalken of houten balken, ik denk wel houten balken. Alle beesten komen op mij af, er is ook veel vervuiling, ik vind het niet zo leuk. Er zijn wel heel mooie geluiden. Van te horen van de vogels, van de krekels, van alle insecten ongeveer en van het water. Hoor maar. Ook mooie geluiden. Als jullie de vlog tot nu toe al heel leuk en spannend vonden, geef dan alvast een duimpje omhoog. Terugweg ga ik ook maar een stukje filmen. Ja. De vorige keer zei ik ben naar het verdrampt van het verzelfdingen geweest in school. Ik kom even snel op een steile weg. Dit is stijl. Maar dat valt nog mee. We zijn er al bijna bij La Schroef. Moet even zo omhoog. Je hoort toch dat hier veel mooie vogelgeluiden zijn. Ja, deel. Er ook veel insecten zijn. Want dan krijg ik ook geluiden van daar straks. Dat is dat je niet schaft, hè? Oké. Zeggen dat hier water is. Ja, dat is ook waar. Ik moet bijna niet bukken behalve hier. Oh, een libelachtige vlinder. Er zitten hier overal dode kevertjes. Ik vind het niet zo leuk om te zien deze trip. Maar ja, het vloggen dus zit er wel in. En mijn papa is een beetje achter, maar niet zo ver achter. En we zijn nu ongeveer 38 minuten aan het filmen. We zijn in de 40. Hier komen we bij een mooie landschap. Bij het mooie landschap. De terugweg gaat wel een beetje korter zijn.
Je ziet ook veel water. Veel water. Dus zorg dat ik de camera dan het schuin hield. Je ziet ook veel mooie bloempjes. En dan waren er echt heel veel mooie. Ja, ik heb een lange trui aan. Mensen, oh, Helene heeft weer een lange trui aan. Ja, dat komt door de teken. Mijn broer heeft al eens een teken bij het gaten en ik wil dat niet doen. Want dan moet ze zo'n pijnlijk pincetje er zo uitdraaien. Zeg ook dat je zit in de comments of in de reacties hoe je er wilt zitten. Welk of wanneer je een tekenbeet hebt gehad of je wel een tekenbeet hebt gehad. Waar je een tekenbeet hebt. Behalve daar beneden, je snapt wel. Dat alsjeblieft niet zeggen. We zijn nu niet meer zo ver meer. De vraag komt steeds dichterop, hè. Er zijn hier ook zo veel pollen. Dus ga je leren zijn van pollen. Doe eerst een pilletje in voordat je hier gaat lopen. Het is hier niet zo fijn als je een pollen hebt. En dat je dan weer dus, hop, ga je dat aan de dak zitten doen. Als ik eigenlijk muziek zou meenemen, welke muziek zou ik dan moeten draaien? Want mijn VG is al bij elkaar op. Welk liedje is jullie lievelingsliedje? Sorry dat ik zoveel vraag voor in de reacties te zitten. Nog een paar metrige stappen. We zijn er. En toer duurt ongeveer, denk ik, 4 kilometer. Het duurt ongeveer een uur kunnen stappen. We zijn om 12 uur vertrokken, of om 10 uur, ik weet niet. We zijn om 10:30 ontbeten. Dus we moeten wel om 1 uur of om 12 uur vertrokken zijn. Hier is nog wat paal in het gebied. Als je het een leuke video. Als je van de vier kijkt. Hallo. Dat is ook. Dat hier in de natuur vaak zo van die puntjes zijn. Dat je moet opletten voor dieren. Ik heb ook in mijn vorige video gezegd dat deze video iets langer zou duren. Dat is ook zo. Want misschien duurt deze video zelfs een heel uur. En een stuk, want ik ga nog de La Chouf shop laten zien. Ik ga het restaurant waar wij altijd gaan eten ga ik laten zien. Daar is de gids en mama. De gids en mama lopen altijd samen. De gids riep altijd. Hey gids, roep nog iets. Roep nog eens zo. Hij riep altijd dat. Dus de gids was mijn broer. De mama was mijn mama. Ik ben ik, dus ik ben Eremaal. Als je mij nog niet volgt op Instagram, doe dat dan even. Als je mijn vorige video's nog niet hebt gezien, kijk dan even naar mijn vorige video's, dan snap je waar ik het over heb. Tot nu toe is het er al heel fijn in de Ardennen. Mijn volgende video wordt thuis, denk ik, opgenomen. Dat is denk ik van een hond. Wordt thuis opgenomen. Omdat, vooral de Q&A denk ik, want deze video komt pas de zondag online of de maandag, ik weet niet. En dan kan ik de dinsdag een Q&A doen van mijn papa zijn computer. En we zijn heel dicht bij vraag 2. Eigenlijk vraag 10 ongeveer deze video. We zijn er ongeveer bijna. Ja, papa, jij was een beetje achter de vlog, hè. We zijn niet meer zo ver van La Chouf, niet meer.
TikTok zitten veel krekels. Heel veel krekels. En ja, ik zat tot nu toe heel vlot. Ik ben nog niet zo moe, maar wel een beetje moe. Mijn benen doen ook een beetje pijn. Maar dat valt wel mee. Ik ga even jullie in mijn mouw steken. Sorry. Maar ik vind dat gewoon handiger. Zo. En dan kan ik jullie gemakkelijker vasthouden. Als ik deze tour doe, of wil doen, zoek ik dan eerst van de valise naar de soep. Zoek dat eerst en dan op de verdwaald. Ik vind het niet meer raar. Ik vind het niet zo leuk voor kinderen of voor volwassenen die dit kijken. Waar hij ook zit. Hij komt naar hier. Hij zit in België. Schoten. Ik woon natuurlijk in Schoten. Maar ik ga niet vertellen waar dat ik precies woon. Sorry, dat moet je gewoon even. Of je zit ergens op bijvoorbeeld Slowakije of je zit in New York. Ja. Sorry, maar daar kwamen twee vrouwen. Een vrouw en een man voorbij. En hier zetten we hem aan de La Chouffe-muts op de fabriek. En je kan dan natuurlijk ook een rondleiding krijgen. Maar dat heb ik nog nooit gedaan. Hier is ook nog het palinggebied. Daar ik over ze. En papa, auto. Er komt natuurlijk een auto aan. Er is ook hier een grote La Chouffe-muts, maar ik hoop dat jullie het goed kunnen zien, dat is een La Chouffe-muts. Het is wel heel leuk. Ik ga ze niet als ze boven zijn niet meer zo goed kunnen filmen, want misschien mogen zelfs niet meer filmen in het restaurant. Dus ik ga proberen zo veel mogelijk te filmen voor jullie. Jullie niks missen van onze vakantie. Het is er vrij leuk. Het is er ook betere lucht. En tot ze bieden in het restaurant. Doei! Nu komt vraag 2. Vraag 2 is: wat is jullie, echt jullie lievelingsijsje? Dank u. Tot de volgende vlog. Hallo, deel 2 van vlog 3. We gaan nu naar de La Chouffe shop. Die is helemaal vernieuwd. En dan ga ik een paar dingen laten zien. Nadat ik van verleng. En dan ga ik terugstappen. Dan ga ik ook nog een filmpje van laten zien. Maar daar hoort eigenlijk bij vlog 3. Dus. En dus tot ze bieden in de shop. Hallo mensen, we zijn uit de shop. Ik heb een rugzak gekregen. En oh, dat heb ik mijn pin vergeten. Doe maar. En ja, mama is haar puntje vergeten te trekken. We zijn nu bij de korte weg terug. En mijn broer is weer de gids. En dan moeten we er nog eentje gaan kopen. Nee, heb ik al dat met die idee doen. En welke? Die gaan we bijbrengen. Dit is ook nog een deeltje van vlog 3. Want dit is ook het tweede deel. Gewoon uit de shop heb ik ook een beetje een paar beelden. En mijn mama heeft dan ook nog een paar pinten gekocht. Heeft dan een blonde gekocht. Een super blond. En zijn we ook nog naar het restaurant gegaan. We zijn nu al.
En als je het eerste deel helemaal doorgespot hebt, dan ja, mag wel, maar dan heb je niet zoveel spanning wat er allemaal gaat gebeuren. En nu zijn we terug naar huis. We gaan straks thuis cup spelen. Cup van Viking Cup. Is dat leuk? Het is ook een mooi landschap in de landschap. En ja. Zijn het kokonnen? Zijn het kokonnen, mama? Dat weet ik niet, dat zijn plantjes, een schatje. Ik stop heel de rij op. Je ziet hoeveel conditie dat we hebben, hè, pa? Weinig. Ja, hallo, ik ben nu ook al moe, zin. Ja. En ik ben pas 11 jaar. Hoeveel? 11. Oh, je zegt dat jij pas 8 jaar. Meer voor vetten? Mijn broer zit ook eens wat taal te zingen. Maar er komt toch ook nog een nieuwe vlog. Hé, dat gulm! Hoor hè? Wat doe! Maar het is weg. Het is gekorteld en zo. Dit is een beetje. Kortel zo. Denk je dat we dit? Dus, ja. En overal hangt er zo van die papiertjes. Zo. Ik ben nu al moe. Mijn rugzak is niet eens zwaar. Ja, maar daar zit er iemand uit. Allee, come on! Vlogger Peter is nog bezig met vloggen. Mama, moet jij even met Pet dragen? Mijn broer is hier in de steen aan het bestuderen. Hij is een diertje zijn leven aan het redden. Dat is mijn pet al terug. Ja, mama, je mag mijn pet. Stil, stil. Of mag die anders? Sst, sst. Mijn... Dat gaat niet meer. Stop naast met die kalkoen. Mama, mama, dit doe eens. Doe deze aan mijn rugzak. Voilà, achter mijn mama staat vlogger Peter. En daar is mijn mama. En mijn broer is weer aan het strippen. Hij is weer een hemd al. Naar boven. Wat doe je? Ze zijn verkeerd gelopen? Nee. Niet. Dat is juist. Hier is weer zo'n poortje. Zo'n prikkeldraad poortje. Pas op dat geen. Allee, vlogger 2, pas op dat geen niet doorheen loopt, want er zit nog prikkeldraad. Hè? Ja, ik ben de jongste vlogger. Zeg stukje. Wat zeg? Huh? Weet je dat er niet gewoon in je lof eigenlijk? Wie? Allee, gokt eens. Martin en Sebastiana. Ah! Ding is een Denzel. Ja. Alexander en Denzel. Niets om meer. Pas op, echt dat je hier komt. Holy moe! Wat is dat, maat? En Denzel en Sebastiana? En we zitten al de hele tijd samen. Ja, maar die hebben niks meegemaakt, geen stipje. Auwe, waarom? Ik ga de gietjes en gaat het knippen. Dat stukje knippen is er terug uit. Kan jij me volgen, Lin? Jij bent de tweede giet, doe maar. Ja, Alexander in een deel. Je stapt op de bar, je stapt op de bar. Wat daar?
Oh, ja. Allee, man, dat is goed. Oh, ja. Ben je gelukkig je mond dicht houden? Peter, ja. Dat is vlogger 2. Bekijk ook zijn video's, alsjeblieft. Die heeft daar net een vlieg in geslikt. Speciaal moment. Mama, was het er nooit zo dicht? Maar nu wel. En we zijn wel een tijdje aan het stappen. Niet dat wij al 100 miljoen jaar aan het stappen zijn, maar gewoon van thuis naar La Souf, van La Souf terug naar huis. Dat is gewoon moeilijk. Ja. Amai. Ik ga het roepen, hè? Peter R. Vlog 2, dus. Heeft moeite met stappen. Nee, niet met stappen. Jawel. Zijn kopje zit helemaal rood. Amai. Mijn kopje zit helemaal rood. Oh. Dank u. Dus Peter R. Vlog 2. Het hele gehoord, vlogger 2. Wij gaan straks nog kuppen. Nee, heb je niet. Dat komt zeker veel tikken. Dat is zoals snoep, maar het is wel gezond snoep. Dus tot straks bij het kuppen. Ik hoop dat jullie de video's een uur lang, denk ik, heel leuk vonden. Adios. We'll be right back.